Ja, we hebben er gelukkig weer een voor u. Zo'n overvaller die zijn gezicht bedekt tijdens de overval, maar vergat dat de camera's ook voor die tijd gewoon draaien. We hopen dat u deze overvaller herkent, want hij dreigt met een bijl. In Breda-Noord aan de Kapittelweg zit tankstation De Haan. Een medewerkster van 23 werkt op zondagochtend 24 juli in haar eentje in de shop. Ze werkt er ruim een half jaar en voelt zich veilig door het camerasysteem dat alles opneemt. Om 9:15, de pomp is dan nog maar net geopend, ziet ze deze man met lichtgetinte huidskleur richting het tankstation lopen. Zijn gezicht is hier even te zien, maar binnen niet meer. Bedekt met een wit masker frommelt hij met de nodige moeite een bijl uit zijn plastic tas. De vrouw probeert rustig te blijven, maar dat valt niet mee. Hij blijft slaan met de bijl. Ondertussen scheldt hij haar ook nog eens uit. Ze denkt een Marokkaans accent te herkennen. Binnen een minuut stopt de overvaller zoveel mogelijk geld in een tasje. Hoewel hij de buit al heeft, mept hij nog eens met de bijl. Hij pakt nog snel zijn plastic tas met rode tekens en vertrekt rennend via de Baliëndijk de wijk in. De politie houdt er rekening mee dat hij uit de buurt komt, uit Breda. Dit zijn zijn beste beelden, zonder masker. De overvaller heeft een lichtgetinte huidskleur, lijkt begin 20, rond de 1,70 meter lang met donker haar. Wie is deze man? Tippen kan digitaal via live.politie.nl of bel 0800 60 70 of anoniem met M.